22 wetenschappers hebben de eerste docent professionalisering research traject, DPR, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname succesvol afgerond en ontvingen vandaag hun certificaat. Het traject ging in 2019 van start, waarin zij door het volgen van trainingen en het uitvoeren van onderzoek hun onderzoekscompetenties verder ontwikkelden. Roshni Ramdas, die een terugblik gaf en haar ervaringen deelde met de groep, geeft aan wat het traject voor haar betekende. Wat is wetenschappelijk onderzoek nou eigenlijk anders dan antwoord geven, de juiste vragen stellen en door systematisch informatie te verzamelen antwoord te geven op die vragen? Niets meer en niets minder, toch? Maar nee, zo jong en onervaren als ik ben als onderzoeker, weet ik nu wel te vertellen dat betekenisvol onderzoek doen meer is dan het doorlopen van die onderzoekscyclus. Betekenisvol onderzoek doen is meer dan bekwaam zijn in die verschillende onderzoeksvaardigheden, die technische wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden. Er komt veel meer bij kijken, zoals zelfreflectie, mijn gunst, we zijn doodgeslagen met die term, elke module weer. Zelfkennis, dat brengt zelfkennis. Drijfveren voor onderzoek, waar wil ik een bijdrage aan leveren? Waar moet ik een bijdrage aan leveren? De deelnemers leverden ter afronding van het project een portfolio in, waarna een assessmentgesprek volgde en de beoordeling door een internationale commissie. De DPR-gecertificeerden worden via de universiteit gestimuleerd om ook na het traject onderzoek te blijven doen en dat onderzoek te publiceren. We brengen u momenten waar de deelnemers hun certificaat in ontvangst namen. Santosha Bihari. Het traject werd opgezet met financiering vanuit een twinningproject, waarbij werd samengewerkt met de Universiteit van Leiden en de Hogeschool van Amsterdam. Inmiddels is er in het afgelopen collegejaar een tweede groep gestart.